schakelen, snel schakelen, kort op de bal zitten. En ook naar andere kwaliteiten te kijken van de kandidaten. Dus niet meer alleen het cv, de werkervaring, maar ook de competenties. En eventueel kunnen kijken naar het verplaatsen in het werkveld. Dus een goede commercieel medewerker kan ook een goede recruiter zijn of kan ook ergens anders in het werkveld. Dus goed te kijken hoe kunnen we voor de kandidaten een ommezwaai maken zonder dat de kandidaat daar per definitie ervaring in heeft. Nou ja, wij geloven namelijk in de groei van mensen. Je kunt wel op zoek zijn naar een niveau 4 monteur, laat ik het zo even noemen. En hem zeg maar een andere baan aanbieden op hetzelfde niveau. Maar wij geloven eerder in iemand op niveau 3 door laten stromen naar niveau 4 door op te leiden. En dat is wat wij als kernactiviteit ook wel hebben. Wat je wel merkt is dat door de krapte dat je wel wat slimmer moet gaan werken. Dus als ik gewoon kijk naar mijn functie als recruiter, moet je eigenlijk twee keer zoveel kandidaten benaderen om uiteindelijk die beste kandidaat te vinden. En dat kan ik allemaal doen, maar we hebben ook een marketingafdeling, we hebben ook een afdeling sourcing. Dus we zijn eigenlijk met elkaar aan het kijken van hoe kunnen we dingen sneller, efficiënter doen. Dus er zijn mensen, het is alleen de manier waarop hoe jij naar ze op zoek gaat. Zorg dat je vacatureteksten uitgebreid omschreven worden. Zorg dat je echte bedrijven kent waar je voor aan het werven bent. Zorg dat je de mensen goed leert kennen en dan kun je die match wel blijven maken. Er is natuurlijk wel verschil tussen krapte en schaarste. Schaarste, dat roepen we heel snel, maar schaarste betekent dat dingen er niet zijn. Terwijl krapte betekent dat je vraag en aanbod niet bij elkaar kan brengen. Dus als je vraag en aanbod niet bij elkaar komen, dan moet je of een andere vraag gaan stellen of op zoek gaan naar een ander aanbod. En dat is precies wat wij doen. Binnen andere doelgroepen zoeken, maar ook andere type vragen stellen en op een andere manier werving in elkaar zetten. Omdat je één ding zeker weet, als je in de huidige markt doet wat je altijd doet, dat is een beetje met dezelfde boodschappenlijst naar een lege supermarkt gaan en dan vooral harder schreeuwen in de hoop dat je mandje vol komt. Ja, dat werkt niet. Dan moet je of met een andere lijst, of naar een andere supermarkt. En dat is precies wat we doen. Het is niet een uitdaging om mensen te vinden, maar het is een uitdaging om mensen bij te houden. En ervoor te zorgen dat zij een klik hebben met jou, maar ook met de organisatie waar ze aan het werk gaan. Wat ik dan met name belangrijk vind, de keuze voor de beste keuze voor de kandidaat. Dus dat hij lang blijft zitten bij een organisatie.